Hey mensen, Mark hier en welkom bij weer een nieuwe video. Fijn dat jullie weer zijn. Uh, zoals beloofd natuurlijk video van gisteren gehaald het x-aantal likes. En dat betekent dat wij vandaag live zijn met een video met wat nieuwe starter teams. Als je de video van gisteren niet hebt gezien, ik zal hem in het i'tje rechtsboven achterlaten. Uh, en je kan gewoon via mijn kanaal natuurlijk terugkijken, maar... Als deze video ook weer de 500 likes haalt binnen 24 uur. Dan upload ik donderdag die video met jullie starter teams. De reden dat ik zeg donderdag is: ik wil mensen nog een beetje de tijd geven om via Discord wat meer teams achter te laten. Ik heb het al gezegd. Er staat een link in de beschrijving naar mijn Discord. Er is een apart kanaal genaamd Starter Teams. Uh, daar kun jij een foto van het team dat jij wil gaan gebruiken. Of waar jij naartoe wil werken als starter team indroppen. In de naam van welke god dan ook. Geen foto die je hebt gemaakt met je telefoon. Dat is niet handig, niet fijn, niet praktisch. Allemaal dat soort zaken. Maar ik wil de intro niet te lang maken, want ik heb vandaag niet één team, maar ik dacht van drie teams. Ik dacht, ik wil één team doen waarvan ik zeg, dit is zo so cheap, dit, dit kan je op de web even al halen. Like, hier heb je geen stupide pack-luck voor nodig, Dit kan je bij wijze van spreken halen met je welcome backpacks of wat. Um, een team dat een beetje daar net het klein treedje boven staat. Wat een paar spelers gebruikt uit de prem ook. Wat ik denk een, populair, een paar populaire spelers zijn en een paar spelers die... Uh, misschien niet per se populair, maar waarvan ik wel overtuigd ben dat ze goed zijn. En eentje waarvan ik denk: als jij alle geluk van de wereld hebt. of je hebt veel FIFA points, wat dan ook. dan is dit waarschijnlijk iets wat je in de eerste Weekend wel zou willen hebben. Nou, per punt is inderdaad wat ik zag in mijn Discord, heel goed genoemd. is dus werd door uh, Mika genoemd. Die zei inderdaad van: eigenlijk zijn starterteams niet per se. Uh, een, een ding. Bijvoorbeeld een team dat je bijvoorbeeld voor de eerste week niet maakt. Want je, je, je kunt één speler packen en je hele plan kan veranderen. Dat is zeker waar. Dus daarom zeg ik ook, zie als, misschien als inspiratie of als richtlijn. Weet je, je hoeft dit niet te maken. Maar misschien zie je hier opeens spelers of je denkt, oh die wil ik gebruiken en die wil ik gebruiken. En dan afhankelijk van coins die je misschien op een gegeven moment hebt, denk je van, oh ik kan misschien hier naartoe werken of ik kan een deel hiervan gebruiken. Dat is een beetje het idee. Uh, gelijk beginnen met team 1. Uh, team 1 is een beetje het idee wat ik dus wilde, uh, het moken goed kopen. En dan daarmee te beginnen, gooi je begin, op buiten wel een 83 graded. Uh, ik denk dat deze heel vaak voor starters voorbij gaat komen. Cody Gakbo. Uh, relatief lang, Volwinger, normaal gesproken, maar 87 PS, 22 shooting, 84 dribbling. Uh, goed genoeg, vooral vanwege de links die hij biedt. Uh, Sangere hier. Het voordeel is met Sangere, wat ik eerst niet kon zien omdat hij niet werkte. Side gisteren. Uh, je kan hem CM maken, wat betekent dat je niet in een domme formatie verstart met twee CDM's. Biedt je wat meer mogelijkheden. Uh, uitstekende kaart, groot fan ervan. Uh, maar ik wil wel gelijk door met de linksback Wijndal. Ik zat hier heel erg te kijken. Ik dacht dan, heeft PS2 goede linksbacks? Dus toen dacht ik. Dat antwoord is retorisch, dat is namelijk nee. Uh, maar dit werkt op zich prima, vooral omdat we hier dan Timber gaan zetten. Nou, Timber zat ik eerst mee van, oh die zou semi-pricey kunnen worden. Want, you know, populaire kaart natuurlijk, aardig ah, wel ook wat bekender tegenwoordig. Maar het is nog steeds een 80 graded centerback van Ajax. Ja, hij heeft goede starterspeler starter stats, maar ik denk dat het ook niet per se meer hoeft te zijn dan dat. Dan op Cam. Uh, ik, je kunt die gaan, dit is de populaire en daarom zet ik me in voor Koedoes omdat hij 88 pace heeft en 80 dribbling. Wat je ook kunt doen uh, als je meer geeft om stats is uh, Berghuis. Berghuis heeft natuurlijk lagere pace, maar betere, passen, sorry, betere shooting, betere passing en uh, is, ja, ook, ook nog zelfs hogere dribbling. Dus in dat opzicht wel, maar in het kader van in het begin wil je natuurlijk pace hebben, pace is belangrijk. Uh, snap ik het volledig dat Kudus de keuze is voor veel mensen. Dan in de spits, uh, dit vond ik lastig, want de Eredivisie heeft geen goede spitskaarten. Nee, Broby is niet goed in-game. Dus wat we dan doen is Daniel malen. Krijgt een kleine boost vanwege de Nederlandse spelers. Daar komen we, we komen zo nogal meer bij waarom hij zijn cam gaat pakken. Maar de 88 pace en de 83 dribbling, ja, yes, zijn shooting is meestal niet super. Maar vorig jaar ook in het begin, het is een prima te gebruiken kaart. Ik denk dat Werner genoeg de spotlight stilt in de Bundesliga dat je hem wel voor echt ja, spotprijsje kunt oppikken. En dan rechts buiten uh, gaan we voor en hij staat op pagina 1 als het goed is. Madueke. Uh, er zijn wat andere opties net je kan een paar spelen van position switch en dergelijke. Maar ik denk juist in het kader van in een team dat je op echt webapp dag kunt oppikken. Dus wij zijn spreken morgen afhankelijk van wanneer je dit kijkt. Op woensdag. Uh, hij heeft gewoon 90 p's en 82 dribbling en een beetje de skills. Like, Tuurlijk, 71-68 passing is bagger. Maar dat is niet het voornaamste ding waar we nu voor gaan. We gaan voor goedkope spelers. Met relevante stats. Op de juiste plekken. Het is niet heel diep. Nou, de volgende speler is... Uh, ik had het in de vorige video over Emre Nu gaan we over... Uh, Hopelijk zeg goed, Oskan. Of Uskan. Ik weet niet of er een trema op hoort te zitten. Maar, hij uh, moet je converten. Net als Sangaré van CDM naar CM. Maar, ik support het idee van deze kaart naar nou, centerback hebben we ook al een keer genoemd en die gaan we terughalen onder relevante reden. Slotterback reden dat ik denk na gisteren nog een extra reden waarom hij inderdaad niet duur zal zijn is hij, hij heeft hoog genoeg een pace maar hij heeft 76 pace en niet 80 pace en 80 pace is toch een beetje dat ziet er toch aantrekkelijker uit weet je wel dat trekt meer mensen. Hij is niet slow maar hij ziet er slower uit dan you know, 80 uiteraard. Dan rechtsback. En hier gaan we niet voor deze, Die kan je converten. Nee, we gaan alsnog gewoon weer voor Frimpong. In dit team natuurlijk al helemaal ideaal. Want hij helpt met Malen. Hij helpt met de Bundesliga kant. Gewoon helemaal prima. En dan op doel gaan wij voor Kobel. 83 graden kaart. Maar again, Dortmund en Zwitsers. Plus de andere keepers in de league. En het verhaal altijd, het Zwitserse. Zorgt ervoor dat ik denk dat hij wel redelijk cheap is. En dan zie je ook: dan krijg je 33 teamgeest in totaal. Kijk, ik ben heel slecht met inschatten en zeker gezien natuurlijk de FIFA punten die mensen op gaan laden. Het is allemaal moeilijk te verspreiden, maar dit is oprecht een team waarvan ik denk dat je op het eerste moment, de eerste dag de web hebt, dat je dit gelijk kan maken. En dat is een beetje niet het idee. Dan het tweede team, de combinatie dus van een wat populairere league en een, nou, wat minder populair, maar wel met goede spelers. De combinatie van Premier League en, ik weet niet hoe die heet. Liganos Pilega Portugal. God mag het weten. Maar we beginnen rechts buiten met een kaart die al jaren prima is. Rafa. 82 Rated 91 P 86 dribbling. Altijd een prima. Kaart in game. Gewoon prettig snel, vooral. Like, ook bij hem. Shooting en passing. Passing is nog wel voldoende. Shooting is aan de lage kant. Maar hij is snel. Dat is in het begin nodig. En vooral de CM is er eentje waarvan ik enthousiast ben. Want ik zat te kijken tijdens het maken van dit team. Naar spelers in andere competities met even goede all-round stats. En het lijkt allemaal niet super hoog bij hem. Maar het stapelt op qua total stats. Dat je denkt in het begin, in een fase waarin je niet te kieskeurig moet zijn. en je een beetje aan het ontdekken bent. is dit een lekkere kaart om te hebben. Nou, rechtsback is het ultieme spelletje dat je krijgt als je iets niet lekker vindt. Want zonder flauwe grappen: uh, 92 PS en 81 physical is een welkome bonus in het begin. En wat we gisteren zeiden: het is het begin. Je moet niet te kieskeurig doen. Uh, het is gewoon een prima kaart, zoals hij nu is. Verdediging is laag, sure. Maar je houdt hem waarschijnlijk toch achterin, dus geen probleem. Dan, je hebt, je hebt opties hier. Je hebt genoeg opties. Ik ga voor Verissimo. Een kaart die vorig jaar ook populair was. Die ik toen niet echt een kans gegeven heb. Maar hij is hetzelfde als Timber. In de zin dat 80, 80, 80 plus. In de drie key stats van een centerback. Pace, defending en physical. We hoeven er niet heel lang bij stil te staan. Dit is hoe die dan gaat zijn. Dan gaan we gelijk door uh, naar... Carlos, en dan moet ik wel de goeie hebben. Inderdaad, Diego Carlos. Nou, dit is dus de reden dat ik zeg van, deze kan wel prijs zijn. Het is een 83 center centerback, met normaal hoog werktempo, 76 Pace, 80 plus verdedigen en fysiek. Braziliaan uit de Prem. Kan prijzig zijn, snap ik volledig. Maar ik denk dus dat je daar een beetje mee over moet nemen. Want ik snap dat de Prem de populairste competitie is. Is gewoon in de praktijk uiteindelijk altijd zo. En met dit team... Kun je al een paar spelers erin werken zonder dat je al je coins erin hoeft te stoppen? Dat is een beetje het idee. Dus wat ik Nou ja, je kan dus weer even vloggen was. Wij gaan voor Martinez. 80 plus in de 5. Grote set van keeper. 58 speed. Sorry, ja. Defending staat Maar dat is bij keeper natuurlijk speed. Is ook helemaal prima. Uh, je hebt die andere opties. Je kunt natuurlijk gaan voor de low nog meer low budget optie, netto. Maar ik denk dat je hem wel. Denk je dat je toch net wat meer zekerheid wil. En natuurlijk kun je met keepers altijd zeggen: stats maken niet uit. het is performance-gewijs. De ene keeper is voor de ene persoon slecht en de andere persoon goed. Dat is waar. Maar in het begin, joh, met keepers ga je toch voor wat meer zekerheid. Dan gaan we door. Linksback. Uh, hier heb je opties te over. En in het kader van Premier League Linksbacks ga ik hier voor Tierney. Uh, je kunt voor Malasia gaan, maar je zal zien dat zo meteen vanwege de rest van het team haalt. Tierney haalt wel full cam. en Malasia zou dat niet halen. Het is heel simpel, Tierney heeft één minder pace dan Malasia. Maar hij heeft prima allround stats. Um, natuurlijk zou hij iets hoger mogen zijn, maar goed, dan moet de jongen vaker fit zijn. En dan komt het wel helemaal goed. Dan de volgende. Uh, was een kaart die populair was in FIFA 22, dat is Uribe. Ja, dit is een prima interessante kaart. 80 verdedigen, 82 fysiek, normaal hoog werktempo. Die twee vullen elkaar prima aan. Je hebt altijd eentje die wat meer verdedigend is. En de ander die goede allround stats heeft. Dan kan je 4-4-2 mee doen. 4-2-3. De hele ruiten. Waar we het gisteren ook over hadden, weet je wel. Veelzijdigheid. Nou, Kem Cam, Cam was een moeilijke. Ga ik heel eerlijk zijn. Kem had ik moeite. Mee. Ik ga hier voorlopig voor Paquetta. Paquetta kan meerdere dingen. Paqueta heeft de dus stats dat je hem in principe ook als CM kan zetten. Waardoor je dit team, als je wilt, ook in de 4-1-2-1-2 small kan gebruiken. Dus met twee CM's en een CAM. Uh, maar ik denk dat je hem in de 4 2 1 ook op cam kan gooien. Ja, hij is iets wat aan de slomme kant. Ik ga het niet proberen te ontkennen. Ik snap dat het relevant is. Ik ben niet achterlijk. Maar ik denk dat hij belangrijke key stats heeft. En het feit dat hij af en toe een balletje kan onderscheppen. Vijfste skills heeft, vierste weak foot, goede dribbling, prima passing en oké okay schot. Dat zijn allemaal van die dingen die stapelen op. En dan is het opeens belangrijk. De spits. De spits is een hele grote. Gabriel Jesus. Nou deze man gaat prijzig zijn. Allereerst omdat hij natuurlijk ARL heel populair is nu. Hij is een van de goede spits in de Premier League. Zeg maar vanaf dag 1. Die affordable lijkt te zijn. En omdat iedereen dat zal denken. Zal hij misschien iets prijziger zijn. Maar ik denk dat wat je ervoor terugkrijgt. Dat dat het waard is. Dan nou, links buiten. Deze is niet de duurste. Maar hij linkt wel handig. Sinisterra. Want die helpt dan met Camercy ook nog voor Uribe. En hij heeft 89 PS en 55 dribbling. En eerlijk. Als je kijkt naar heel andere opties en je wilt alles op cam hebben, dan is dit een beste manier om het te doen. Dus dan heb je dit team: B. Met natuurlijk wat uitstekers qua prijs. Jesus, Carlos. Nou, en misschien Paqueta. Een beetje vanwege de 50 skills in het begin. Maar ik denk dat het, het is een tikje duurder dan het vorige team. Maar niet zo duur dat het niet haalbaar is. Dan de derde. En de derde gaan we iets sneller heen. Want het is gewoon een duur goed team. Uh, in de spits: Werner. Waarschijnlijk de beste bundesliga spits dit jaar: 82 dribbling, 80 shooting, 90 pace nog steeds. Um, ik, 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 ik volg maar een klein beetje de Bundesliga. Zijn stats zijn voorlopig oké-ish. Okay maar ik heb alle vertrouwen in hem. Plus, hij link met een paar spelers die we nodig gaan hebben. Uh, Linksbuiten gooien wij dan Leroy Sane. Wordt een prijzige man, tuurlijk. Hij heeft nog steeds twee weekvoet. Dus ik zou hem aan de linkerkant houden. Afhankelijk van wat de meta wordt. Als het misschien meer naar binnen snijden wordt, dan kan je zeggen: start hem vanaf rechts. Maar het, het is, het is zo'n goede kaart. Like, 80 pass. Oprecht, alles gewoon prima. Gewoon alles prima. Gewoon big fan van de kaart. Dan rechts. Gooien wij wederom, net als met het team van gisteren, Diaby. Waarom? Het Franse, het Bundesliga, de Pace, de Skills. Hij heeft drie stijlweekvoet ten opzichte van de twee van Sane. Maar ja, ik vind dit gewoon een heel interessante kaart. Dan komen we bij de linies die prijs geworden. Dan komen we bij het prijzige deel. We beginnen met de cam. Dat is Nabil Fekir, 85 rated, 80 plus in elke keer stat voor een cam. Eh, dit is elke keer, als je vorige jaar zo'n Road to the Final ook had, dan weet je nog. Road to the Knockout was het technisch gezien die kaart sloopt gigantisch hard. Dus ik ben heel erg benieuwd wat deze kaart dit jaar genoeg is als een base -kaart, maar alle vertrouwen erin, maar zo'n cam moet natuurlijk support hebben. En met support denk ik dit jaar toch echt wel aan deze beste man, Chouameni. Normaal hoog werktempo, 81 verdedigen, 82 fysiek. Ik denk dat hij gewoon qua beeld in game, qua, qua, ja, qua character dat hij gewoon echt gaat slopen. Like, de stats zijn misschien niet je van het, maar ik denk dat dat zijn beeld gewoon dat dat echt enorm gaat helpen. Dan de andere is een misschien niet gebruikelijke keuze, maar dan zeg ik Lamar. Lamar, vanwege het feit dat je dan een beetje. Hij is dan weer de beuker, weet je de sloper. En hij is dan weer de wat snellere, de wat meer creatieve. Je kan een beetje verdedigen. Je kan altijd nog camstyles geven. Maar daar komen we zo bij. Dan de rechtsback is een converted speler. Uh, nou, er zijn er een paar meer converted, maar het is de echt de obvious converted. Is Llorente. Die kan je rechtsback maken. En als een grote, dan heb je opeens een 88 pace rechtsback. Met zijn 78 verdedigen. Goede shooting, goede passing. Dit zijn de aan. dit zijn de mogelijkheden waardoor dat position switch awesome is nu. Want dit is wat je in, vroeger wel eens deed, bijvoorbeeld dan zit je Goretzka rechtsachter, want die had dan de stats. En nu kun je dat gewoon gelijk doen met zo'n Jurente. En dat is gewoon een heel erg welkom. Dan linksback is er wat vreemde volgen misschien. En dat ging ik voor Jordi Alba. Want die heeft nog steeds 84 p, 77 verdediger, maar ook goede passing en dribbling. Nou, verdedigen, sorry niet verdedigen, zijn physical, ik ben bang dat hij hem een beetje in de steek gaat laten. Maar overal, als je kijkt naar alle linkspacks die je nu kan halen. en ik denk dat man die godsvermogen gaat kosten. Denk ik van we houden het nog een beetje binnen de grenzen. Dan centerback duo. Uh, ik had het er gisteren al deels over. maar ik wilde ervoor gaan. Upa En dan gaan we hem ook nog erbij zetten. Hernandez. Ja, dit, dit, dit lijkt me gewoon zo'n heerlijk duo. Prijzig, populair. Maar ook net niet het extreme. Want als je natuurlijk echt echt je creditcard tegenaan gooit. dan kan je beter halen dan dit. Maar op doel gooien we dan, om het qua chemistry compleet te maken, Mark andré te steken. En ik weet dat ik gisteren zei, ik weet dat ik gisteren zei van, ah, ik weet je wel, met hoge ratings wil je misschien oppassen, want het prijzig. Maar iemand had inderdaad het geldige punt dat, omdat we in het begin, begin toch nog niet echt de SPC's hebben. Misschien dat zo'n Haaland, Player of the Month, dingen wat omhoog pushen, maar dat zien we dan wel. Maar op deze manier krijg je alles op full cam. Uh, belachelijk goed team, als je hier in het begin gelijk tegenkomt. Naar mijn mening dan natuurlijk, maar... Dat is hem voor nu. Qua ideeën, dus qua mogelijkheden. De Teams zijn vooral gemaakt op 4-4-2, 4-2-3-1, 4-2-2-2. Je hebt opties te over met hoe je dit in-game neer wilt zetten. Uh, laat dus jouw team vooral achter in Discord. Dan probeer ik daarvoor donderdag een video mee te hebben, uh, zodat nog wat meer mensen erin kunnen droppen. En dan zie ik jullie later. Joe, joe.